Als we de uitslagen uit de eerste ronde van de play-off zien, dan zien we maar één echte grote verrassing. Dat is de 77-75 overwinning van Graydon Canadiens op Selex BSW, notabene in Weert. Vandaar dat we bij deze tweede wedstrijd uit de best of three zitten in Amsterdam in de Apollohal. Bij het 40-jarig bestaan van Canadiens, vroeger Landlust. En laten we maar meteen gaan beginnen met de startende vijf. Voor Graydon, nummer 5 Henk McNeck. Nummer 6 Doug Spradley, de Amerikaan. 7 is Arthur Jackson. Nummer 9, 41 jaar jong, Tyron Marionneau. En nummer 14, Martin Esaias. Coach is Edwin van der Hart. Selex PSW. Nummer 5, Michael de Jager. Nummer 7, Rob Korthout. 9, de Amerikaan Claude Williams. 10 is Richard van Poelgeest. En 15, de verrassing Jean van Kleef. Omdat Keith Reynolds voor de rest van het seizoen uitgeschakeld is, de tweede Amerikaan van Weert. Coach Maarten van Gent. Graydon Canadiens in het blauw via Doug Spradley. Mooie paas, maar goed onderschept door Richard van Poelgeest. 2-2 is de stand. De vrijworp en een lekkere. Eindelijk na 2,5 minuut spelen een goede actie. Rob Korthout op assist van Kleef. De dunk. Bradley van heel ver, driepuntspoging mist. Selex lijkt een beetje los te komen. Dan gaat Korthout weer alleen op de basket af. Goeie scoren, ja hoor. Wel een persoonlijke fout van Korthout. Maar twee goede scorers achter elkaar. Dan gaat hij omhoog, knietje vooruit. McNeck vangt hem op, maar de score telt. 11 minuten gespeeld, Jean van Kleef in balbezit. Al 18 persoonlijke fouten in totaal. Scheidsrechters fluiten zeer streng. Olly van Kempen, 20-22 op de stand. In het voordeel van de aanvallende ploeg Weert. Van Kempen, Van Kleef, Akkermans, mist. Rebound voor Van Kleef. En persoonlijke fout nummer 19. En wat een vreemde score van Jean van Kleef. Kijk, daar is de rebound. Die komt wat gelukkig voor de voeten en handen van Jean van Kleef. Wordt helemaal weggetrokken door Leisner en Escort. Olivier van Kempen werkt op Jean van Kleef. Van Kleef die het goed doet, die eerste 12,5 minuut voor Weert. Lekker paasje Bakkermans. Van Kempen. Oh, splijtend hoor, die paas. De score telt. Er is gefloten door de scheidsrechter. Een persoonlijke fout hier. Maar de score is goed. De kleine 140 supporters die met bussen hier naartoe zijn gekomen naar de Apollohal hebben tot nu toe een prettige avond. Zeker na zo'n score van Jelle Esveld. Defensively, they beat us in penetrations, they beat us in outside shots, they beat us in rebound, beat us in everything. Let's go to work. On the press, attack the middle. Don't everyone run to the sides, go to the middle. We don't want to do that. Edo de Vries voor Graydon Canadiens. En wie weet wat de woorden van Edwin van der Hart in de timeout uitgehaald hebben. Marino mist. De Vries. Goeie rebound en scoren Edo de Vries. Daar goed getimed. En met het linkerhandje. Nou, Gerard Akkermans heeft een linkerhandje. En ook een rechterhand. Daarmee scoren we. Pipkin. Beetje wild gegooid. Balbezit de Vries. Misser. En wie krijgt de persoonlijke fout? Ik denk Pipkin. Want die trok van Poelgeest naar de grond. Poelgeest. Ja, hij is geen guard en zal het ook waarschijnlijk nooit worden. Vandaar het balverlies. Spradley. En eindelijk gooit hij een driepunt erin. Ik denk dat hij 1 op 6 zit op dit moment. 29-38. McNeck, Jackson. Esaias mist. En Amsterdam mist erg veel.
te veel. Want Michael de Jager scoort meteen een driepunter eroverheen. 29-41. De Jager kijkt op de klok. Nog één aanval te gaan. Laat de tijd gewoon doorlopen. 10 punten voorsprong is natuurlijk prettig om mee te gaan rusten. Wordt nu hard aangepakt van Poelgeest, van Kleef. Goede eerste helft. En stand-in van Reynolds. 10 seconden. Ah, mooi afgemaakt. Hele goede laatste aanval. Met klasse afgemaakt door Michael de Jager. Goed aangegeven door Van Kleef. 39-51 is de ruststand. Bart van der Graven zit in de rust. Jij bent scheidsrechter. 28 pace, is dat niet wat veel? Nee, dat is redelijk voor zo'n wedstrijd als dit. De meeste fouten vielen in de eerste 7, 8 minuten. En je zag daarna ook dat het spel verbeterde. Dat ze minder fouten gingen maken en gewoon onnodige fouten werden voorkomen. Vanaf dat moment ging het goed. Het grote aantal persoonlijke fouten heeft een last gegeven op een aantal spelers. Veel met 3 fouten. McNeck gaat omhoog voor Graden Canadiens en scoort 43-53. Een wanderhalve minuut gespeeld in de tweede helft. Michael de Jager. Van Poelgeest omhoog. En scoren 41-55. Pas 6 punten voor Van Poelgeest. Isaias. Jackson van heel ver mist. Rebound Claude Williams. Michael de Jager. Mist Williams rebound. En via het bord met het linkerhandje Claude Williams. Elgin Pipkins staat klaar om in te vallen. 14 punten achterstand voor Graden Canadiens. En dat mag niet al te ver gaan oplopen. Van Kempen, nadat hij in de eerste helft gewond was geraakt, terug in het veld. Michael de Jager, Van Poelgeest. Lord Williams goed aangespeeld en de spetterende dunk van de Amerikaan. Goed aangespeeld door Van Poelgeest. Ja, en dan is het simpel als je zo lang bent. 54-67, Michael de Jager. Voor Selex in balbezit. De Jager, een van de betere spelers in deze wedstrijd. Akkerman staat even te dromen en dan komt Spratly heel makkelijk. Dat deed makkelijk. Prettige dunk. Kijk, tikt zo de handen. Op de bal uit de handen van Akkermans. En in plaats van een, de makkelijkste manier doet hij het gewoon. Bam. Graden Canadiens op de weg terug. 56-67, nog 14 minuten te gaan. Moeilijk, maar raak geschoten door Dream Mariano. Doug Spratly. Ah, driepunter. Terug in de race. Graden Canadiens 72-81. Nummer 14 krijgt de persoonlijke fout van Graden Canadiens. Daar is het weer te publiek wel blij mee. Isaias met 5 fouten naar de kant en daar is hij heel boos over. Balbezit Selex, belangrijk balbezit. Lange paas. Lord Williams, hardwerkend als enige Amerikaan bij Selex. En de Jager, alle tijd natuurlijk, met 16 punten voorsprong. Jelle Esveld ziet wat voorbij vliegen, geeft een heerlijk paasje op Richard van Poelgeest. 78-96. Pipkin, 80-96, maar ik denk dat het te laat is. 85-102, 17 punten nu het verschil. Van Kleef op de Jager. Esveld. Vierhoekenspel, lekker uitspelen. Van Kleef op de huid gezeten door Omanet. Williams. Van Kleef. Ziet er Omanet voorbij vliegen. Jelle Esveld. Van Poelgeest, foutief afgestopt. En ja, ook Pipkin gaat met 5 persoonlijke fouten naar de kant. Ongelooflijk, al 5 spelers met 5 P's naar de kant.
Nog 10 seconden, nog 9. We gaan woensdag naar Weert. Mariano mist en Van Kleef is de man met het laatste paasje op Jelle Esveld. De eindstand. Graden Canadiens 85. Selex BSW 108. En we gaan een derde beslissende wedstrijd krijgen in het thuishonk van coach Maarten van Gent in Weert. En nog twee wedstrijden gaan beslissend worden, namelijk de wedstrijd Nashua Lasers tegen Computerij, want Nashua verloor gisteravond in de hel van het oosten van Computerij 114-92. En Donar won na dubbele verlengingen van Bestmeet aanstaande woensdag ook daar een beslissingswedstrijd. Commodore heeft zich geplaatst. En dan de Dunk of the Week. Doug Spradley, de uitblinker aan Canadiens kant, is de man van de Dunk of the Week. En het feest kon goed losbarsten bij het 40-jarig bestaan van Landlust Canadiens.